En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een schuld. Hebt u de verwarming overdag nog aan? Nou, heel laag. Maar ik kan toevallig heel goed tegen kou. Nee, met deze temperatuur niet, hè. Alleen aan het eind van de middag zet ik hem aan? Ja. Nou, die hebben we 19 graden samen. En als we weggaan, zet hem iets lager. Ja, nou en of. Ik heb het nog niet aangedaan, maar ik zet hem toch s'avonds wel... Als ik echt rustig zit op 21. Verwarming gaat niet aan. Ja? Met het gas natuurlijk, dat was allemaal wat duurder nu. Okay. Ja. Toch, Janine? Zo is het nu warm, zo is het nu koud. Op hoeveel graden? Op 18. 18? 19. Hij staat nu op 16,5 omdat ik de hele morgen weg ben. Maar vanavond gaat hij op 17, 17,5. Meestal op 18. U gaat niet in de kou zitten? Nee. Nee? Nee, mijn vrouw die is terminaal en die ligt in de woonkamer. En die wil het liefst 22 graden, dus ik zet de verwarming gewoon op 22 graden daar. En tot 18 graden. Dus we zitten lekker op de bank met een kleedje en een warme trui en het hondje die ons warm houdt. Maar verwarming gaat voorlopig niet aan. En 's avonds, als u eens lekker bij de televisie zet? Ja, dan een vliesdekentje. Overdag niet. Nee, jas aan niet. Nee, wel een extra vest 's avonds. Oh, en een lekkere warme broek. Een dekentje om? Nee hoor, nee, geen dekentje. Nee, dat doen we niet. Nee. Dus gewoon zo, gezellige gewoon, warmte. Juist. En de warme trui. Ja. Ja. De jas aan niet? Nee. Dat nog niet, maar wel zo'n enorme vliestrui. De jas? Ja, want ik heb nog een trui aan de vest aan. Maar ik heb ook... rheumatische artritis, dus ik moet dat kou kan ik eigenlijk niet verdragen, hoor. Dan pak ik een lekkere dikke pleet en dan zet ik de verwarming op 9, 10. Ja. Nou vind ik het warm. Is het frituur? Ja. Kan het zo? Gas wordt een beetje duur, hè? Frituur? Kan ja, nee. Maar dat is voor iedereen, hè? Ja, helaas. Maar wel. Het gas helemaal, de verwarming helemaal uitlaten is geen optie. Nee, zeker niet. Of moet dan met de jas binnen zitten, maar dat is natuurlijk ook niet realistisch. Nee. We moeten bezuinigen, hè? Ja. Is het puur om de financiën? Ook dat? Ja, zeker. Ja, zeker. Beide, hè? Nou ja, ook voor de financiën. Het scheelt ook wel. Ja, allebei, hè? Nou, eigenlijk wel om de financiën. Ik vind het milieu ook wel heel belangrijk, maar in dit geval ook wel, ja. Allebei eigenlijk wel, want het is inderdaad wel bizar om te merken dat we dus best wel met wat minder warm kunnen. Prijzen vind ik belachelijk. Belachelijk, wij zijn van 200 naar 500 euro gegaan. En ik heb zoiets, dat gaan we niet doen.